Kijk eens. Traditioneel, ambachtelijk gebrouwen bier hier bij bierbrouwer De Pauw bij Ommen en Den Haag. Heerlijk, maar ik ben hier niet om bier te drinken. We gaan koken met bier. Dat klopt. Ook een biertje? Ja, lekker. Cheers. Proost. Wat ga je maken? We gaan hettewangen maken, gestoofd in pauwbier. Met lumpia's van rode kool, crème van pastinaak. En een beetje bier. Uiteraard. Nou, wat moet ik doen? Je mag wel helpen. Je mag deze wortel wel even schillen. Die gaan we gebruiken voor het stoven van de hettewang. Ondertussen doe jij ui. Ja, ik heb een halve wortel nodig. Oh. Ja, zie je. Het zijn de hettewangetjes. Die hebben 48 uur gepekeld in natte pekel. Okay. Het is water met zout en kolorozenzout. Gebruiken we ook kruiden. We hebben laurier. En uiteraard ook wat kruiden die een beetje matchen met de kruiden die ook in het bier zitten. We beginnen met de wangetjes bruin te bakken. De wangetjes bruin bakken. Voor een hoofdmaaltijd zijn 3 tot 4 wangetjes voldoende. Voor 1 persoon. En nu? Een slokje bier tussendoor, is erg belangrijk. Oh, oké, okay. Nee, prima. En dan nu het bier. Deze is al op. Sorry. Bier nodig? Ja, nog een flesje bier graag, André. Ik ga even halen. Zo, brouwerij De Pauw. Wat gebeurt er hier, Harry? Ja, dag André. Dit is het begin van het bierbrouwproces. Ik heb hier kokend water en ik breng het met koud water op de exact de juiste temperatuur, 57,5. Ja. En aan dit warme water, daar voegen we zometeen 100 kilogram gerst en tarwe aan toe. En 10 kilogram speldmeel. En dat is het begin van het bierbrouwproces. 25 kilogram gerstenmout voeg ik toe aan het warme water. En dat doe ik 4 keer. Moet ik roeren? Roeren zodat het zetmeel oplost. Oh. Dus ik ben gewoon nu aan het bier brouwen. Ben je aan het bier brouwen? Dat is toch gaaf, joh. Het is net een beetje brinta wat je aan het maken bent. Ja, hè? Daar ruikt het een beetje naar. Brinta maak je natuurlijk van graan en melk. Dit is water en graan. Wat is er zo bijzonder, ambachtelijk, traditioneel aan dit bier? Nou, als je in de dikke vandalen kijkt, ambachtelijk betekent met de hand. Mijn brouwerij is ook een brouwerij zonder machines. Dat betekent dat ik het meeste werk zelf doe. Ja, maar is dat slim? Is dat bijzonder? Is wel bijzonder. Ja? Ja. Eigenlijk, ik heb ook geen uitgebreid laboratorium of meet- en regeltechniek. Bestaat bij mij uit een thermometertje, een weegschaal en een klokje. Dat is mijn meet- en regeltechniek. Maar goed, je hebt een goede naam, dus schijnbaar doe je iets goed. Het is wel echt een goed product wat je aflevert. Dezelfde grondstoffen altijd op dezelfde manier behandelen, zodat je hetzelfde eindresultaat krijgt. Dat is eigenlijk bierbrouwen. En nu duurt het nog wel even. André, hier ben ik nog een kwartier aan het roeren. Aan het eind van de dag heb ik zoete vloeistof in de gistank en over 3 weken kunnen we dat bier drinken. Oké, okay, hoeveel maak je? Zo brouwen we 1 keer in de week een brouwsel en hebben we 1500 flesjes bier. Succes, hè? Nou, succes André en geniet ervan. Zo, even wat meegenomen. Hij maakt gewoon 10 soorten bier dus, hè? Kijk eens, bier. Ja, belangrijk. Of mooi moment. Of uit jezelf. Ja, dat vind ik ook. Kijk er eens. Het laatste ingrediënt gaat erbij, demi-glace. Wordt gemaakt van kalfsbotten. Heel belangrijk basisingrediënt voor in de keuken. Zorgt ervoor dat we straks, als we klaar zijn, ook een hele mooie jus hebben. In de tussentijd ga ik de lumpia's maken van rode kool. Dat is heel eenvoudig. Je kookt de rode kool, zoals je hem lekker vindt, met een appeltje en wat kaneel, heb ik het gedaan. Er zit wat beschuit doorheen, omdat anders de rode kool te nat is. We gaan dan lumpia's vouwen. Die we dan daarna gaan frituren voor op ons gerechtje. Ik sta nog even de schilletjes weg die je hebt laten zitten, André. Sorry. Dit is natuurlijk niet geschild. Zo gaat deze appel in blokjes, maar dat kun je zelf wel, toch? Ja, kom goed. Helemaal goed. Kom goed. En sowieso, gerechten met bier, doen jullie dat veel? Ja, ik doe het eigenlijk het hele jaar wel door. En zoals hier dat zware bier in het najaar, vind ik zeer geschikt voor een stoofgerechten. Zoals hettewangetjes.
Zo, ik was even druk. De wangetjes moeten nog een uurtje stoven ongeveer. Oh. De pastinaakpuree moeten nog eventjes glad draaien. Maar die zijn nog niet gaar. Dus ze zijn nog even zoet? Nou, ja. Precies. Ja, kijk allemaal. Dat ziet er goed uit. Doe ze even in deze pan. Kan de jus even verder inkoken. Onze compot van appel is inmiddels mooi teruggekoeld. Hij zit nog in het pannetje waarin we hem gekookt hebben. En de cavolo nero, dat is krokante groene kool. Het wangetje is gestoofd in pauwbier, crème van pastinaak, krokante lumpia van rode kool, frisse appelcompot. Eet smakelijk. Jongen, jongen, nou, ik pak gewoon mijn handen weer. Zwaar. Zwaar.